Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is dinsdag. We zijn wakker, het is 8 uur. We zijn bij Christian gegaan. Ik ben heel erg laat van slapen, omdat er heel veel gedoe was gisteravond. Daar hou ik nog even voor mezelf. Maar ik ben dus wel wakker, maar ik ben nog super moe. En ik heb toch geen plannen vandaag. Dus ik dacht, ik blijf gewoon nog even lekker liggen. Lekker in mijn bedje. Gisteren was ik er ook alweer vroeg uit. En de dag daarvoor ook. Dus. Ik ben even lekker liggen. Ik heb moeite met opstaan vandaag. Dat heb ik nog nooit. Ik ben altijd heel vroeg wakker en kan er makkelijk uit. Maar. Vandaag even niet. In ieder geval. Blijf ik nog heel even liggen. Ga ik denk even lekker op social media scrollen of zo. Ga ik er daarna. Wel uit. In ieder geval ben ik wel wakker. Oh, ik ben echt moeilijk wakker te worden vandaag. Dat is niet normaal. En wat ik kan zeggen, dat heb ik nooit. Ik ben altijd echt een hele goede ochtendmens die zo wakker wordt, die zo de bed uitgaat. Maar vandaag even niet. Goed. Ik heb me net gewassen en een soort van aangekleed. Ik heb lekker een chill trui aan en een lekkere chill legging. Ik heb mijn badjas even aangedaan, want ik ben best wel fris. Mijn haar heb ik een soort van gekamd, maar ik denk dat ik dat zo meteen onder de kraan nog even ga wassen. Dus dat wil niet helemaal. In ieder geval, het is nu 9 uur. Het is een uurtje verder. En ik ben heel even terug in slaap genomen. Dat was wel lekker. Ik heb nu mijn koffie. Die ik lekker ga opdrinken. En even lekker op social media gaan scrollen. En kijken en doen. Op zich geen plannen vandaag. Ik moet morgen werken. Dus ik hou wel lekker mijn gemak vandaag. Lekker een beetje rustig mijn dingetjes doen. Mijn tas en alles hoef ik niet in te pakken, dat is allemaal al gedaan. De kleding ligt ook al allemaal klaar, dus dat is op zich allemaal lekker chill en hoef ik niet te doen vandaag. Maar ja, alles lekker op het gemakje vandaag. Gewoon lekker relaxed. Ik ben wel, wat ik zeg, al aangekleed, dus dat is chill. Maar ik ben gisteren ook echt pas om 12 uur gaan slapen of zo, dus. Het was redelijk laat, dan ben ik ook niet meer gewend en dat ik daarom heel erg moe ben. Dus ik ga vanavond ook zeker heel erg vroeg slapen. Maar ja. Oké, goed. Inmiddels toch maar omgekleed in een normale outfit. Ik heb een spijkerbroek aan van... Spijkerbroek bij de Primark vandaan. Die was zwart, is dus onderhand grijs. Die top die komt bij C&A vandaan. Fashion ook van de C&A. Schoenen van Fila. Witte schoenen. En dat was het. Ik heb een beetje make-up opgedaan. Ik heb verder geen foundation op en eigenlijk bevalt me dat wel beter dan wel een beetje laag foundation. Dus daar ben ik blij om. Mijn bed is soort van semi opgemaakt. Ik heb alleen mijn dekbed daar nog laten liggen. Ik denk ja, die moet ik straks toch weer pakken. Dus dat laat ik even lekker vandaag zo. Ik ga de vlog editen van gisteren. Dat moet nog gebeuren. En er is nog van alles gaande vandaag. Maar... dat vertel ik misschien jullie later wel of zo. Mits we hier nog uit gaan komen. Ik heb verder geen idee. Dus ja. Op zich nu lekker aan het. Tijd om te gaan editen. En ondertussen zit ik met Ashley wel. Want ja, we hebben allebei niks anders te doen. Dus dan doen we dat maar. Net als ieder andere dag. Dus ja. Ik ben trouwens wel tevreden. Ik heb 3 verschillende producten gebruikt voor mijn wenkbrauwen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik moet nog eten. Het is 11:30. Ik heb wel koffie op. 2 koppen, dus dat is wel lekker. Wat? Ben je ontbeten? Nee man, ik moet nog eten. Ik ben sowieso geen ontbijtklant. Maar misschien dat ik zo meteen iets ga eten met blauwe bessen, want ik heb nog heel veel blauwe bessen in de koelkast staan, dus dat is ook wel lekker. Goed, en ik ben beneden en ik zeg dat mijn moeder de brood uit had gegooid, wat het gevolg is. Dus, wat beter dan daar lekker een tosti van te maken, want dan ontdooit het vanzelf.
Dus ik ga even een tosti maken. Ik denk dat ik een tosti ga maken met snijworst en kaas. Ik denk dat het lekker de zout van de snijworst komt er helemaal uit. En ik denk dat ik geraste kaas ga nemen. Deze open. Ik heb weer last van mijn handgewrichten. Ik heb elke keer last van mijn rechterhand. En dan echt serieus de gewrichten. Dus mijn pols, als ik mijn vingers buig, doet het allemaal zeer. Kijk, deze vingers zitten trouwens nog steeds in het verband. Waar kan ik jullie neerzetten? Hier gaat het altijd zo lastig, omdat hier allemaal spullen in het kastje staan. Kan ik deze niet zetten hier? Zo. Zo kan dat wel. Kan ik jullie hier zetten en dan kan ik gelijk lekker met jullie kletsen. Want ik heb toch niet zo heel veel te doen vandaag. Let niet op de rommel achter me. Is niet mijn rommel. Ik dacht ik ga vandaag gewoon eens een beetje make-up opdoen. Dus ik heb gewoon heel licht een beetje make-up opgedaan. Oh, er is alleen maar bruin brood uitgegooid. Dat is jammer. Mag maar niet. Bruin brood is wel gezond. En ook wel lekker hoor. Voorheen vroeger lustte ik nooit, maar echt serieus nooit bruin brood. En tegenwoordig vind ik dit wel lekker. Wat ik zeg, voorheen had ik het echt bijna nooit. Ik vond het niet lekker. Die deed me er echt geen plezier mee als mijn moeder eens bruin brood eruit had gehaald. Wat ik weer mee moest nemen naar school. Dat ik dacht van, waarom? Waarom ik? Waarom kan ik niet gewoon lekker wit brood meenemen? Maar tegenwoordig vind ik dat niet zo'n heel erg probleem meer geworden. Ik ben eigenlijk best dom, want ik gooide nu geraste kaas op terwijl die op het tosti-ijsje ligt. Dus alles valt er goed ernaast. Dat doe ik dat maar niet, hè? Snijworstje erbij. Kijk, ik doe dus geraste kaas op de twee boterhammen. En dan doe ik de snijworst erop. En dan doe ik nog een heel klein beetje geraste kaas ertussen. Voilà. Heel klein beetje ertussen. Zo. Dan ga ik ze op elkaar leggen. Dat is eigenlijk best wel dom, bedenk ik me nu. Oei, 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 alles valt eruit. Nou ja, ik doe hem dicht. En ik zie wel wat het wordt. Waarschijnlijk loopt alles eruit zometeen. En dan heb ik gewoon een kale boterham. Maar het maakt niet uit. Dat is de dommigheid van Kim, jongens, af en toe. Goed, denk ik echt niet na. Nee, ik moet morgen trouwens weer werken. Daar heb ik trouwens wel zin in, hoor. Korte dienst heb ik dan weer. Dus dan gok ik erop dat ik dezelfde mensen moet doen als die ik vorige week in mijn korte dienst ook moest doen. En het is eigenlijk best wel goed gegaan. Alleen, ik moest heel erg wennen aan het feit dat je hele weer loopt. En ik moet niet vergeten morgenochtend ook een sleutel te vragen. Anders sta ik weer de hele tijd zoeken naar iedereen of iemand een sleutel voor me heeft. Maar ja, op zich voor de rest heb ik er wel zin in. Ik ga denk ik even een YouTube video opzetten op de tv, want mijn ouders zijn boodschappen houden. En ik heb niks te doen. Dus dan gaan we gewoon lekker YouTube kijken. Kijken of er nog iets leuks is. Ik heb trouwens highlighter over mijn hele oog gedaan. En vervolgens een heel cremig bruin kleurtje aan de buitenkant. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Ik heb heel licht make-up op, je zou het niet zeggen, maar er zit echt bijna niks op mijn gezicht. Heb ik die al gezien? Ja, die heb ik al gezien. Oh, dat is jammer. Dat is nou jammer. Wacht, ik ga even naar ons andere kanaal. Ik ga daar even inloggen. Account toevoegen. Oké. Goed, hè? We hebben de video geüpload. Nu is het tijd om een TikTok te gaan opnemen. Ik heb hier een houder aan de kast gemonteerd. Waardoor ik dus mijn telefoon hier kan zetten. En dit wordt dus mijn TikTok plekje. Ik ga jullie hier neerzetten zodat jullie mee kunnen kijken hoe ik hem ga opnemen. Het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor, maar zo kunnen jullie toch een beetje meekijken. Oeh, ik gooi de camera bijna om. Dat was niet de bedoeling. En ik ga hier dus mijn TikTok opnemen zodat jullie kunnen jullie gewoon meekijken. Mochten jullie het toch zelf vinden. Ik ga een vrij simpele doen. Ik ga daarom ook mijn jasje uitdoen. Dat ziet er natuurlijk iets leuker uit dan zo'n gek jasje erop.
Maar we gaan dus nu een TikTok opnemen. Het is heel simpel, hebben we een paar keer gedaan. Let's go. Ik heb even zin om van de TikToks te gaan knallen, dus dat gaan we gewoon lekker doen. Ik hou jullie er gewoon lekker bij. Wacht, heeft Harper nog een paar geplaatst? Want dan ga ik die denk ik nadoen. Nee, die is niet echt leuk. Ik krijg hier waarschijnlijk allemaal copyright op, maar dat maakt me niet zo uit. Kijk of er nog een paar leuke zijn. Gaan we eens kijken bij de Lopez Brothers. Misschien hebben we nog leuke. Eentje die ik misschien nog niet gedaan heb. Zoek hoor jongens. Die is wel tof om te doen. Ah, we gaan die doen. Die is tof. Let's go. Ze hebben die dan ook al best wel heel erg vaak gedaan, maar het is leuk om dat nog eens te doen. De haak goed. En dan gaan we gewoon recorden. Oké. Even een andere filter, want ik heb eigenlijk altijd dezelfde filter hier op staan. Ik word er ook steeds beter in. Ik vind het ook gewoon echt leuk om te doen. Oké, ik ga nu beginnen. Even kijken of ze nog meer leuke dingen hebben. Ja. Er zitten ook echt best hele grappige TikToks tussen. Oké. Goed, in plaats van mijn bed schuin tegen de muur heb ik hem een kwartslag gedraaid. Zodat hier wat meer ruimte kwam. En ja, op zich is dit dezelfde als nog een bredere inloop dan wat ik had toen mijn wandmeubel nog aan die kant stond en dat kastje er stond. Dus je kan gewoon hier langs lopen. Zonder dat er hoge kasten of iets staan. En ja, hier aan deze kant van de kamer kom ik bijna nooit. Alleen voor mijn kledingkast, maar voor mijn raam. Meer niet. Eigenlijk. Dus ik heb besloten om mijn bed dus te draaien. Het staat nu zo. Ik moet zeggen. Ik vind het zo eigenlijk leuker staan zelfs. Gewoon zo'n hoekje. Ik kan daar chillen tv kijken. Ik kan gewoon slapen zo. Ik vind dat veel leuker. Ik
Toen heb ik gegeten. Ik ben eventjes aan het plannen geweest in mijn agenda. Dus dat is top. Dat is ook allemaal weer gebeurd en uitgepland. Ik wil alleen geen roze pen. Volgens mij een roze pen en dan schrijf je dat schrijft toch niet echt heel erg fijn. Dus ik hoop dat hier nog een gekleurde pen in zit. Die lippen wassen. Dat moet ik niet hebben. Dat is Mentos. Heb ik hier geen normale pen? Misschien beneden. Maar goed, ik ga in ieder geval ook avond eten, want dat moet ook gebeuren. Dus dat gaan we nu doen. Ik ga lekker spijsjebonen eten met een schnitzeltje en een aardappeltje. En gewoon lekker simpel. En daarna dan kom ik terug op mijn kamer. Of ja, kamer. Kot. Dat is huis. Binnen. Kom ik terug in mijn kot. Ik ben heel erg Vlaamse woorden aan het overnemen. Dat is echt heel erg. Ik zeg ook niet meer dat. Ik zeg dat. En amai. En zot. Ik kijk veel te veel naar Belgische en Vlaamse series. Dat is niet goed. Oké. Ik heb lekker gegeten. En zoals je ziet ben ik omgekleed in mijn chill outfit slash pyjama. Ik heb gewoon dit oversized shirt aan. En een groene legging. En mijn slippers. Maar ik ga eventjes mijn gezicht wassen. Want voordat ik mijn skincare doe, ga ik het altijd eerst wassen. Dus dat gaan we nu doen. Ik heb verder de hoekgordijn al dicht gedaan, dat ik me ging omkleden. En ik heb allemaal lampjes aangezet. Ik heb die lamp daar aangezet. Ik heb de snoerverlichting. Ik heb die ledstrip aangezet. En daar twee kleine kaarsjes. En op zich is dat genoeg. Ik heb genoeg licht in mijn kamer nu. En het geeft wel even een relaxe vibe. Voordat alle felle lichten aanstaan als ik moet gaan slapen. Want dat helpt ook niet. Goed. Ik denk dat jullie het onderhand wel weten, maar ik was mijn gezicht eigenlijk altijd met. En dan hoop ik dat hij hier staat. Nu dus. Met de Garnier groene thee reinigingsgel. Doe ik met deze borstel. Die maak ik gewoon een beetje nat. Doe ik één pompje. Op de borstel. En ga ik gewoon heel mijn gezicht doen. Even een klein beetje verdelen. En het helpt voor mij heel erg goed. Ik neem mijn nek altijd een beetje mee. En dan is mijn gezicht gewassen. Spoel ik hem af. Ook altijd af. Zodat ik hem morgen weer kan gebruiken. Ik heb nu twee handdoeken, dat is niet zo slim. Wacht, laat me deze maar hier hangen. Zo. Deze zet ik in de kast. Maar dan is mijn gezicht natuurlijk nog niet schoon, want hij moet wel afgespoeld worden. Dus dat ga ik nu even doen. Zorg dat ik niet te heet water heb, want anders is dat niet lekker. Het gezicht is wel lekker schoon, dus dat is heel fijn. En dan is mijn gezicht gewassen. Maar natuurlijk is mijn gezicht dan nog niet echt schoon. En daar ga ik overheen met een micellair water. Even een watje pakken. Die hebben we hier. Twee watjes. En daar ga ik eigenlijk gewoon lekker mee over mijn gezicht. Ik doe een beetje micellair water op.
Deze is van de Kruidvat. Die vind ik heel erg fijn werken, want die is dus ook voor oneffenheden en voor acne en puistjes. Speciale. Dus hij bijt ook wel echt in je gezicht, merk je wel. Je moet het ook niet echt op je ogen smeren, want dan heb je een probleem. Dan branden je ogen spot uit je hoofd. Maar je kan er wel gewoon langs gaan. Vaak heb je met sommige waters en dingen, die kun je echt niet langs je ogen halen. Maar deze wel. En deze verwijdert trouwens ook gelijk je make-up. Daar dient hij ook voor. Dus dat is heel erg fijn. Even mijn nek meenemen. Dus dan zie je dat er toch nog wel viezigheid vanaf komt. Maar goed, en meestal heb ik aan één watje genoeg. Nu dus ook. Wat ik dan doe is... Oh, wacht even. Vergeet de helft. Dan pak ik mijn skin booster. Deze is ook van de Kruidvat. Van dezelfde lijn, zeg maar. Doe ik gewoon één pompje op mijn hand. En die smeer ik gewoon uit over mijn gezicht. Hierbij neem ik ook mijn ogen mee. Het is allemaal hartstikke goed en vriendelijk voor je huid. Dus dat is heel fijn. Neem mijn nek mee. Dan vaak heb ik dit watje om dan even mijn handen een beetje af te doen. Als ik hem toch heb liggen. Dat het niet te vettig is. Dan pak ik de crème die trouwens bij deze micellair water hoort. Die smeer ik gewoon heel lichtjes. Want je merkt dat die heel vloeibaar is. Maar echt heel erg vloeibaar. Die smeer ik over mijn gezicht. Beetje op mijn voorhoofd. Morgens gebruik ik trouwens niet de micellair water. Dus morgens was ik alleen mijn gezicht met dat spul wat ik er net liet zien. En smeer ik daarna altijd deze crème op. Omdat deze best heel erg snel intrekt. Of ik gebruik een skin booster. Maar die staat daar achterboven in het kastje. Maar die gebruik ik nu niet heel erg vaak mee. Omdat ik me eigenlijk heel erg wil vasthouden aan de vaste producten nu de laatste tijd. Dus dat is eigenlijk mijn skincare. Zo zie je dat mijn make-up eraf is. Mijn gezicht helemaal schoon en fresh is. Dus dat is eigenlijk alles wat ik gebruik en doe als skincare 's avonds. En 's morgens wijk ik daar niet aan af. Alleen gebruik ik in plaats van... tenminste gebruik ik alleen deze niet. De micellair water. Voor de rest gebruik ik wel alles. 'S morgens dus. Dat is mijn skincare routine. Ik dacht ik ga het jullie even gelijk laten zien. Ik ben nu dus lekker omgekleed. Alles is lekker gedaan. Ik ga lekker mijn bed in. Ik nog niet slapen natuurlijk. Maar ik ga lekker chillen met mijn telefoon, laptop, serie verder kijken. Lekker relaxen doe ik eigenlijk altijd als ik moet werken. Omdat ik voorheen deed ik dat nooit. En was ik altijd 's avonds nog heel erg bezig met dingen doen. En toch merk ik dan wel dat ik heel erg moeilijk in slaap kom. En heel erg moeilijk kan slapen en heel onrustig ben. Dus ja, bij deze. Ik ga nu lekker chillen. Oké, inmiddels heb ik een kopje thee voor mezelf gezet. Het is inmiddels 7:05. Ik heb, zoals ik al zei, een kopje... Auw! Ik sta naast mijn slipper, dat is niet zo chill. Ik heb een kopje thee gezet. En ik ga nu heel voorzichtig mijn bed in kruipen. Zonder de thee over mijn bed, laptop of mezelf te gooien. Oh, ik heb handen te weinig, jongens. Oh, zo gaat dat eigenlijk wel. Ik lig op mijn dekbed. Zo. Ik lig lekker chill. Zoals jullie kunnen zien. Ik ga even de camera wat beter vastpakken. Want dat gaat niet echt zo. Ik ben dus lekker in bed. En ik ga hier blijven tot 8:30. Want 8:30 ga ik naar beneden. Want er is vandaag die programma met Katja Schuurman. En die vier... Ik ga even met die vier mannen. Ik ben de naam kwijt van die... Hoe heet dit programma nou? Nou goed, er is in ieder geval een leuk programma wat nu weer begint. Alleen dan in plaats van met Olje, met Katja Schuurman. Dus dat ga ik van de straks eens kijken om 8:30 beneden. Ondertussen ga ik lekker D5R kijken. En chillen. Misschien nog Ash even bellen, verkletsen. En dan om 8:30 ga ik naar beneden, ga ik het kijken. En om 9:30 naar boven. En dan uiteindelijk slapen. En ondertussen heb ik een soort relax spul in mijn thee zitten. Wat hopelijk een beetje werkt.
En dan voor ik ga slapen doe ik ook nog een spreetje om te slapen. En dan komt het hopelijk goed en lig ik niet weer onrustig in mijn bed. Want vorige week had ik dat wel. Dus ja, dat zit eigenlijk. Ik ga lekker mijn theetje drinken en mijn serie kijken. Oké, goed. Het is inmiddels 9:30. Jullie kunnen het niet echt heel goed zien op de blok, het is donker. Maar het is bijna 9:30. Het is nog niet echt 9:30. Bijna. Ik ga lekker slapen, jongens. Morgen moet ik werken. Ik heb er wel zin in om morgen weer lekker te werken. Maar ja, het is dan nu ook wel tijd om lekker te gaan slapen. Dus ik bedank jullie voor het kijken van deze video. Een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg!